even heel kort vertellen over. Hallo, wat kost je watermeloen? Je mag niet met je fiets komen. Oh, sorry, sorry. Dan loop ik hier dan in de Albert Heijn, op zoek naar toiletpapier. Wat denk je dat ik tegenkom? Ja? Echt niet te geloven. Het is echt niet te geloven. Gewoon de prijzenkast van Feyenoord. Kan dat dan? Bij onze supermarkt mag je alleen met handschoenen en mondkapjes naar binnen. Dus ik kom daar binnen. Heeft de rest wel allemaal gewoon een broek en een shirt aan? Structureel je vers vakcheck, alles doen en vooral overal de diepte van gaan opzoeken. Alles wat gebeurt, de diepte opzoeken, terug te leiden uit de terminal, wat is wanneer. Wat godverdomme gaat daar Ja. Ja, ik wil ook niet meer werken, denk ik. Ja, maar hij blijft het nergens achter hangen. Ja, kijk, daar bent het water. Nee, je bent nog niet eens bij water. Hier, nu komt het wieltje al. He? Kijk maar. En daar gaat hij. Kijk, de grappigste gaat nog komen. Kijk. Ja, dan denk je. Eentje erom, hè. Ach ja, kan gebeuren. Karretje omhoog. Kijk, deze heb ik er helemaal gezien. Ja, nee. Dan doe ik het wel. 3, 2, 1. Hier, man. Ah, dat kreeg je al.
Ja, goedemiddag. Deze vooral die hamsters, die bang zijn dat ze de kont niet meer kunnen afvegen het weekend. Vanwege het coronavirus. Ik denk dat we nog genoeg hebben. Hoi mensen, ik wilde een pak Brinda en ben net bij de laatste Albert Heijn geweest in Zwolle-Zuid. En ben dus bij twee Albert Heijns geweest en een Jumbo voor een pak Brinda. Maar alle vakken zijn gewoon leeg. Dus kunnen we gewoon met elkaar afspreken dat gewoon eens kappen met het hamsteren. En gewoon eens normaal gaan doen en gewoon eens kappen met het hamsteren. Want ik wil gewoon een pak Brinda voor mijn ontbijt, ja? Ik wil gewoon een pak Brinda voor mijn ontbijt, ja? Begrijpen jullie dat? Ik wil gewoon een pak Brinda voor mijn ontbijt, ja?